Vandaag een heerlijk Bourgondisch gerechtje. Ik heb een varkensriproost, die ga ik vullen met lekkere dingen. Nou, wat zijn lekkere dingen? Champignons, knoflookje, tijm, rozemarijn, roomkaas. Daarbij natuurlijk een pofaardappel. Hoe Bourgondisch wil je het hebben? En lekkere trostomaatjes. Heerlijk! Ik heb zojuist mijn barbecue aangestoken. Ik werk vandaag met de Weber Summit Charcoal met briketjes. We gaan beginnen met het maken van de vulling. En had ik er nog niet bij gezegd, maar die vulling die moet ook nog eventjes kort in de diepvries. We nemen een paar champignons. Daarvan snijden we plakken. En die gaan we straks, als ze gebakken zijn, nog eventjes kleiner snijden. En door. Shallotjes snijden. 3 shallotjes. En die gaan we fijn snijden. Echt een mooi, heel kleine stukjes. Zo. Gijs, bij je jongen. Het wordt al lekker warm hier achter mij. Wat ik wil gaan doen, ik doe mijn gesneden shallotjes, die best wel scherp zijn, even in wat olijfolie. Dat schiet niet op met dat tuitje, klote tuitje. Je kunt ook gewoon een dopje eraf halen, dat kan hè. Knoflook snijden. Een teentje of 3. En ook de knoflook snijden we heel fijn. Een beetje rozemarijn van het takje af. Doe niet te veel rozemarijn, want rozemarijn heeft de neiging om iets te overheersen, vind ik wel eens. En dit noemen ze harde kruiden, dus ook door de structuur. Hè. Dus dan moet je gewoon mooi fijn snijden, want anders is dat heel vervelend als je dat straks in je mond hebt. Je kijkt op tussen je tanden, weet je wel. Lijkt me een tandenstoker, zo'n dennennaald. Tijm. Heb ik tijm? We rissen de tijm. En tijm. Dat is lekker in dit gerechtje. Dit geeft een bepaalde hartigheid. Hè? Ik ga eventjes het rooster op de barbecue leggen. En dan ga ik eventjes mijn vulling uitbakken. De shallotjes met de olijfolie. Meteen de knoflook erachteraan. En mocht het nou te hard gaan, dan kun je je pannetje er gewoon op een minder heet gedeelte van de barbecue schuiven. Hè? Rechts heb ik hem zo ingedeeld dat hij heel heet is. Links is hij een stuk minder heet nu. Pak nog een beetje olijfolie, want ik wil nog een beetje extra olie hebben. En die moet goed heet worden. Die olie krijgt dan lekker die smaak van die shallotjes en de knoflook. En dan is die goed heet en dan komen de champignons erbij. En dan in één keer, die zuigen dan die lekkere smaken in één keer op zich. Zul je daar ook zien dat de champignons erin gaan, dan is dat pannetje met 30 seconden is het droog gewoon. Pak ik nu de champignons erbij, daar gaan ze. Daar gaat mijn tijm en de rozemarijn erbij. Zie je nou wat ik bedoel met het opzuigen van die heerlijke olie? Kijk, de champignons hebben al die smaken opgezogen. Het pannetje is gewoon nagenoeg droog. Kijk maar eens. Lekker, lekker, lekker. Beetje peper en zout erbij. Ja, ja. Nou, alles bij elkaar heeft dit zo'n denk een minuutje of 4 nodig. Hè? Alles bij elkaar. Dus, we geven het nog 20 seconden. De vulling is klaar. Mag die iets afkoelen? Gaan we even klein snijden daarna. En dan kan ik dit pannetje mooi even gaan gebruiken voor het uitbakken van de pancetta. Die pancetta willen wij mooi knapperig hebben. Het zijn hele dunne plakjes, dus dat gaat snel. De last van de pancetta. Flinter, flinter, flinter dunne plakjes. Maar dit is in een paar minuutjes is dit lekker uitgebakken. En als het dan afkoelt, dan wordt het knapperig. En dan gaan we het snijden. Dit wordt eigenlijk pancetta poeder. En terwijl dit bakt, ga ik even de champignons klein snijden. Schaaltje. Nam 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 nam. Nam nam. Even bij mijn spek kijken, mijn spek checken. Gaat goed. Dan nu de roomkaas. Komt erbij. Volle eetlepel, hè? Noemen ze dit. En nog een volle eetlepel. Hoppakee. Peperzout erbij. En nu mixen. Proefmomentje. Oh. Oh man, I'm checking the spek. Kijk, dat wordt al mooi goudbruin, hè? Goudbruin. Zie je dat? Goudbruin. Heerlijk. Dit is nou mooi knusperig. Snijden we klein. Dit is zo moeilijk om hier af te blijven, joh.
Oh, dat gaat nog door op mijn vulling. Ja. Oi, 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 oi. Zo, en nu het oprollen van de vulling. Folie, daar doe ik ook wat aluminiumfolie onder, om de vulling een beetje op zijn plek te houden, als het ware. Daar gaat hij dan, onze vulling. Dit is ongeveer wat we nodig hebben voor het vlees. En de rest komt dadelijk in onze aardappel. Komt ie. Kijk, een mooie strakke worst. Dit gaat nu in de vriezer. Als je een goede vriezer hebt, zet hem even op standje invriezen. Dat is meestal min 24, dat gaat heel snel. Dan is hij met een uurtje of twee is die bevroren. En here it is. Deze is hard, hè? Zoals je horen kan. Gijs, komt ie, hè? Het is een goede, dikke worst geworden. En we slijpen er even een punt aan. We kunnen ook een puntje aan zuigen. Laten we dat maar niet doen. Mooi, dan pakken we het vlees er eens bij. Hier zit nog een stuk schoert aan en dat ga ik gewoon gebruiken. Dat beschermt me dadelijk tijdens de garing. Nou jongens, waar gaat hij? Belangrijk dat je een mooi scherp mes hebt. En dan ga je in het midden eventjes een gaatje voorprikken. Like zo. Maar niet helemaal er doorheen. Zo. Nu kan ik hier heel veel grapjes op verzinnen. Maar ik hou het netjes. Ik denk dat je er zelf van alles bij kunt verzinnen, toch? Hoppakee. En als het nou echt niet wil, een beetje spuug. En klaar is Kees. Zo, ik vind het mooi. En de rest kun je op een toastje doen. Goed, maar we zijn er nog niet. Nee, nee, barbecue kruiden. De Perfect KC Barbecue Rub, denk ik voor Kansas City. Weet ik niet. Of misschien voor die gasten van een bandje vroeger, hè? Met zijn Sunshine Band. Kan, hè? Ik vind het mooi. Ik ga even mijn barbecue checken. De barbecue staat precies op 130 graden. Vind ik goed. 130 graden vind ik goed. Dan ga ik nog eventjes een druipschaaltje onder zetten. Want die boter, of die roomkaas, die kan natuurlijk zometeen gaan smelten. En dan krijgen we een hoop rook en ellende. Dat wil ik niet. Zo. En dan nu het vlees. Ik begin even op de huidkant en daarna zet ik hem rechtop, zodat mijn vulling niet helemaal wegloopt. Even lekker zo. Komt ie maar. Poppetje gezien, kastje dicht. Wat ben je nou vergeten, Ralf? De aardappels, de piepers gaan erbij, tuurlijk. Die leg ik een beetje aan de rand, daar heeft hij iets hogere temperatuur. Want die warme lucht die komt er aan de zijkant voorbij. En die hebben ongeveer dezelfde garingstijd nodig. Ongeveer een uurtje op 130 graden. Dan is hij al klaar, of zo goed als klaar. Dus we houden de tijd in de gaten. Ik schat dat we nog een minuutje of 5-6 moeten voor het vlees. Dat geeft ons de gelegenheid om de tomaatjes even te poffen. Die leggen we er gewoon bij. Simpel. Hoehoehoe, dat ziet er mooi uit, jongens. Mooi. Mooi. Een paar minuutjes. De kern van ons vlees is nu 63 graden, precies wat we wouden. Hij lijkt wel sappig. Zo, piepertjes. Ook mooi. Tomaatjes ook mooi, maar die laat ik nog heel even kort liggen. Voordat we ons vlees nu gaan aansnijden, moeten we het eventjes laten rusten. Dat is vaak wel een van de moeilijkste momenten, hè? Het laten rusten van het vlees. Zo'n groot stuk vlees als dit, minimaal 10 minuutjes. Wat ik doe, ik leg er een aluminiumfolietje overheen, zodat hij ook warm blijft. Ik kan wel alvast mijn aardappelen aansnijden. Zo. Verder een wedge uit. Hoor je dat? Hoor je dat? Pof, zegt hij. En die schil die kun je gewoon eten. Hè? Die is super, super lekker. Nu die aardappelen nog zo mooi warm zijn, kan ik een deel van de rest van de vulling er mooi inscheppen. Want dan kan het ook weer even mooi smelten. Oi, oi, oi. Man, man, man. Doe normaal, man. Citroen. Ik heb een beetje van de rasp nodig. De zest. Ja, een beetje die frisheid zo, hè. Die citroen, dat is lekker, man. Tomme. Ik pak de tomaatjes er even uit. Zag je die net ook al? Ik ga hem aansnijden. Oh. Heb je gezien? Hè? Hè? Man, man, man. Wat een zaligheid. Ik pak er even een plankje bij. We gaan even lekker bourgondisch opmaken. Kijk. Mooi plankje, hè? Dat is een mooi plankje.
Ris je dan mijn gevuld varkensriprooster met champignons, roomkaas en nog veel lekkere dingen. Gepoft aardappeltje. Heerlijk. Ik zeg hopelijk tot de volgende keer. En vergeet niet te abonneren, hè? En liken als je het tof vond. Hoi!